Hi allemaal. De koeliebox is net binnen. Voordat ik die ga openmaken, wil ik eigenlijk even vertellen wat ik zelf op mijn gezicht heb gesmeerd qua koeliebox spulletjes. Qua make-up. Wat ik heb gedaan is onder mijn ogen de Peace Brightening Concealer. Ik heb op mijn lippen de Coco Nude Rose. Die zaten volgens mij allebei in de stijltoon. Van de afgelopen stijltoon heb ik de Belle Pierre. Die ontzettend mooie shimmer van de afgelopen keer. Ook de mascara van vorige week heb ik die box binnengekregen. Hè? Ze zitten heel dicht op elkaar nu. De mascara. Even ter verduidelijking. Ik heb bij de vorige video ook al een correctie in de reacties neergezet. Ik had gezegd dat de Affect mascara bij mij aflaat. Dat is niet zo. Het was niet de Affect mascara, het was de Raincoat mascara die afliet. En die zat in de goodie box van een paar maanden geleden. Deze is eigenlijk net zo fijn als die andere Affect. Met het verschil dat hij gewoon ook nog even, net even iets meer lengte geeft. De krul zie ik niet zo. Maar deze geeft wel wat meer lengte. Maar moet ik ook heel eerlijk zijn dat ik nog steeds de Rituals 3-in-1, voor mij, vind ik die nog steeds het fijnst. Dat die nog steeds het mooiste mijn haartjes spreidt en de lengte het mooiste weergeeft. Maar dit is op zich een hele goede, prima mascara. Dus op zich ben ik daar wel heel blij mee. Naast dat ik de Belle Pierre onwijs koele, bronzachtige shimmer op mijn ogen heb, heb ik hem voor de rest afgewerkt met het Athena Palette van een tijdje terug uit de Coolybox. Oh, hier zie je mijn, je ziet mijn doosje staan. Dus dat wil ik even kwijt. Nu gaan we unboxen. Voordat ik hem openmaak, ga ik nog eventjes zeggen dat ze dit keer onwijs leuke cold ticket actie of winactie erin hebben. Er zijn twee cold tickets en dan mag je een workshop doen om je eigen geurstukjes te maken bij Stella Manis heet het geloof ik. Hè? Onwijs. Voor degene die dat wint, heel veel plezier. Ik vind het echt een superleuk cadeau. Hij is paars dit keer, zie ik. Volgens mij wel een paarse gehad. Misschien dat hij net iets donkerder is dan die andere, maar ik ga hem openmaken. Daar is het kaartje. Met het thema. Oh ja, het gaat over dansen. Hè. Dat, dansen schijnt een stofje vrij te maken, waardoor je een happy stofje. Dus dat is goed tegen de stress. Dansen. Dansen door het leven tegen stress. Nou, ik ben voor. Ik ben dol op dansen. Dus wat dat betreft, vind ik helemaal leuk. Geen gouden ticket voor mij, helaas. Wel een mooi rood papiertje. Ik pak eventjes, ik ga even kijken of ik op mijn andere telefoon er een leaflet bij kan krijgen. Want ik neem natuurlijk op mijn telefoon. Dus ik pak even een oude erbij. En dan zoeken we even de leaflet op. Want dat is toch altijd wel iets handiger dan dat die er niet bij zit. Zo simpel is het ook nog eens. Misschien had ik dit eventjes van tevoren moeten doen. Dat was misschien wel wat handiger geweest. Die staat de oude. De oude niet. Oké. Nee, we moeten niet de oude. We willen de nieuwe. Kijk, zie, ik heb de oude. We willen de nieuwe. Unboxing. Ja, nee. Ik wil de nieuwe. Dan zeg ik Coodiebox, Coodiebox.nl. Oké, kijk of die het doet. Yes! Daar, oh, volgens mij zie ik nou gewoon de hele box al liggen. Oh, spoiler! Dat vind ik dan weer zo jammer. Waarom doen ze dat al? Dat is toch niet leuk? Oh. Ik ga gewoon naar de mail toe.
heel snel weg met die. Send out. Yes. Moet het. Oké, weet u dat ook weer? Ik moet gewoon via de mail de leaflet openen en niet meer via Goodiebox zelf, want dan zie je meteen de hele doos. Nou heb ik hem heel snel weer weggedaan, dus eigenlijk weet ik nog niks. Dus dat is wel heel fijn. Ik zeg, let's go. Dan gaan we één van... Ik moet even het papiertje openmaken. Moet ik even het papiertje openmaken, wat ik nooit kan. Sommige mensen kunnen dat echt heel erg netjes. Ik weet nooit hoe ze dat doen. Bij mij schudt het altijd. Oh, nou, ja, zie je. Boeien, maakt niet uit. We doen het papiertje. Vouwen we lekker uit de doos. We gaan naar het eerste product. Het eerste product is van The Cure. Nou, dat is wel een heel duur merk altijd. Wat is die? Oh, dat is voor je ogen. Dit is een oogcreme. We hebben wel eens een, er heeft wel eens een dagcreme in gezeten. En een serum en een nachtcreme volgens mij. Dit is dan de oogcreme. En dan denk ik, als het een heel duur merk is, dan denk ik, het zal wel onwijs goed zijn. Nou, dat dacht ik ook van een Cure, maar dat viel mij smerig tegen, moet ik zeggen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze oogcreme. Ik vind de oogcreme uit de Goodiebox, die heb ik al wel geprobeerd, daar zeiden ze van direct resultaat. Nou, het directe resultaat was er niet direct, maar hij is wel fijn. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze. Dus kijken of we wat kunnen ruiken. Nee, goed zo. Geen geur, heel goed. Wat zeggen ze? Voor 14 milliliter, nou dat is dit niet, dat kan ik me niet voorstellen. Hier zit in, het is een eye repair. Even kijken. 7 milliliter. Dus dat is de helft. Dit is de helft. Hij is €79. 14 milliliter is €79. Afgerond €80. Dus dit tubetje van 7 milliliter is €40. Dat is wat, hè? €40. Yes. Wat zeggen ze? Eye repair. Oké, ja. Verkoelend, komkommer en ontstekingremmend effect. Nou, verkoelend is natuurlijk heel fijn voor de vocht. Komkommer helpt er ook tegen. Dus dat zie je wel eens, hè? Dat ze komkommer op de ogen leggen. Nou, dat werkt dus inderdaad voor de vochtwallen. Dus als je laat in bed bent geweest of, nou ja, sommige mensen hebben het van nature, dat ze dat heel makkelijk 's ochtends gewoon dat vochtwallen hebben, dan is die komkommer is heel goed. Groene thee ook. Hè? Dus als je een gebruikt theezakje hebt, moet wel gebruikt zijn. Met louter koud water, dus niet te heet. Maar een groene thee op de ogen werkt ook. Maar een lepel in de diepvries werkt ook. Of de jarenroller die we erin hebben gehad, dat werkt ook als je die in de koelkast hebt. Mocht je iets in de vriezer doen, hou er dan wel rekening mee dat er iets tussen de lepel en de huid moet komen. Want als je die lepel vanuit de vriezer zo op je oog legt, kan het zijn dat hij aan jouw huid vast kleeft. En dat is echt niet de bedoeling. Dat wil je echt niet. Dus vandaar. Oké. Dep de crème met de ringvinger. Met je ringvinger. Voorzichtig rond het hele oog. Het gebied rond het oog. Inclusief de oogleden. Nou heb ik altijd geleerd dat je de oogleden niet doet. En dat je eigenlijk het bot rondom je oog volgt. Want je huid is net als een tissue. Als je daar een drupje op doet, dan spreidt het zich wel. Dus het komt er wel. Maar hier zeggen ze inclusief de oogleden. Dus ik sta eigenlijk een beetje te denken, oké, dat is apart. Dan moet je wel zorgen dat het niet prikt, want het komt zo in je ogen. En als het dan prikt, nou, dan is het echt gebeurd met de crème. Wat wel eens gebeurt, dat als je een crèmpje net bij je ogen hebt, dat het in je oog terecht komt en dat je alleen maar gaat tranen. Oh, dan heb je weer zo'n crème. Dus dat moet je absoluut niet hebben bij een oogcreme. Nou, als je dat op je oogleden kan smeren, dan is de kans heel groot natuurlijk dat je dat
door het knipperen of wat dan ook in je ogen, dat het in je oog komt. Dus nou, dan ben ik weer heel, heel, heel erg benieuwd. Ik vind het ook mooi dat ze dan zeggen, dep de crème met je ringvinger. Alsof het met je wijsvinger minder goed werkt. Ik kan het stiekem gewoon proberen met mijn wijsvinger. Rebels. Ik ben hier heel benieuwd naar. We gaan gewoon door naar het tweede product. Die hadden we al in de sneak peek gezien. Nee, het is een ander tubetje. Ik had weer zo'n langwerpig tubetje verwacht van Fix & Rouge. Dit is een Ultra Prime Blurring Primer en Finishing Fix. Dus, dat is een hele mond vol. Het is een full size. En dat betekent dat deze tube van, zeg het dus, 30 ml, 30 ml, 43 euro. Het is een behoorlijke mond vol. Dus ik ga ervan uit dat het een primer is. Dus die je dus onder je make-up doet. Blurring, dus dat het een beetje vlekjes ook verdoezelt. Maar een finishing fix, denk ik ook dat je het over je make-up in kan doen. Want dat is toch finishing. Dus ik ga even kijken wat ze nou precies willen. Het is beste vriend in strijd tegen vette doorgelopen make-up. Hoera. Er zijn vier redenen waarom dit product zo te gek is. Even kijken. De micro vervagende siliconenvrije volume vervaagt onvolkomenheden. Oké. Onvolkomenheden, ja, vlekjes. Ja, en glans. Verbandglans, dus vette glans. Want er staat ook bij tegen vette doorgelopen make-up. Okay. De vloeibare finishing complex absorbeert overtollig olie. Dan heb je dus eigenlijk weer hetzelfde. Dat het vette weggehaald wordt. En dat hij matteert het dus. Oké, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dan egaliseert hij je huid en fixeert foundation. Dus hij egaliseert je huid, maar hij gaat ook al onvolkomenheden vervagen. Dat lijkt mij dan ook wel weer een beetje hetzelfde. Hij fixeert foundation om de tint fris en vlekloos te houden. Nou, dat lijkt me dan ook. Het zijn gewoon vier manieren om hetzelfde te zeggen. Het minimaliseert je poriën en vermindert onzuiverheden en puistjes. Kijk, dat is dan wel weer wat anders. Dus het werkt blijkbaar ook nog verzorgend. Dus als wat een dagcreme zou kunnen doen. Dat het je poriën verkleint en je onzuiverheden vermindert. Dus dat is wel leuk. Dus het is een beetje wat meer voor de T-zone. Ja, het is voor je T-zone. Wat ook bij de meeste mensen, bij de meeste mensen, is, als er vettige delen zijn, is het vaak de voorhoofd, de neus en de kin. Dus de T-zone. Ja, maar 1, 2 en 3 zegt eigenlijk, het zorgt ervoor dat het de tint egaal wordt. Hè, dus vlekjes, onzuiverheden vervaagt hij. Hij matteert. Hij zorgt ervoor dat de vettigheid van zo'n T-zone niet zichtbaar is. Dan vind ik punt 1, 2 en 3 doet eigenlijk hetzelfde, zeg maar goed. Daar ben ik nieuw naar. Ik heb een wat gemengde huid, dus mijn T-zone is inderdaad ook wat vetter dan de wangen. Dus ik kan dat ook prima gaan proberen. En als het inderdaad de poriën verkleint, dan vind ik dat heel fijn. Dan vind ik dat echt heel fijn. Dus dat is product nummer 2. Dan hebben wij het volgende product. En dat is Monoi de Tahiti Hairmask. Dit is een haarmasker. En is het 150 ml? Als ze zeggen, dit is 75 ml, dus het is geen full size. Hij is voor 150 ml is hij 5 euro. Dus dit is de helft, dit is 2,50. Dus deze is 2,50, dus dat is niet zo'n hele dure. Voor droog haar. Nou, heb ik niet. Even kijken, wat zeggen ze? Een hemels haarmasker. Met Monoi.
Werkt als uitstekend vochtinbrengend. Oké, dus het is dus niet droog haar als in droog beschadigd haar en moet gevoed worden. Het is droog haar als in vochtarm. Dat is iets heel anders. Het is dus vochtinbrengend, die de vitaliteit van je haar voedt en herstelt. Dus het is wel voor beschadigd haar. Het masker werkt intensief en effectief tegen schadelijke invloeden van zon en wind. Oké, het is dus wel voor beschadigd haar. En dat heb ik niet. En hadden we al gezegd dat het ook heerlijk ruikt. Een heerlijk troost cocktail. Oeh. Ah, is gezield. En ik wil hem zo graag ruiken. Geur, dat klinkt echt fantastisch. Maar helaas, ik kan het niet ruiken. Hij is gezield. Ja, helaas. Ik vind het altijd leuk dat die haarmaskers er wel bij zitten. Alleen, het doet dus voor mijn haar helemaal niks. Want ik heb geen droog en beschadigd haar. Dus. Maar wel leuk. Op zich. Als je dat wel hebt, dan ja, is het natuurlijk wel fijn. Maar ga gewoon naar product nummer 4. En product nummer 4 is van Oslo Skin Lab. De Solution Anti-Wrinkle Collageen. Oh, zullen we nu zakjes drinken krijgen voor de collageen? Want ik continu op Facebook voorbij zie komen dat je die zakjes moet gaan drinken. Die zijn best duur, vind ik. Maar dit zou dat dan zijn. Waarschijnlijk moesten er dan die zakjes in zitten. Winkelwaren 39,80 voor 28 dagen. Nou, dit zijn geen 28 dagen, dat kan ik me niet voorstellen. Krijg je mojo terug met deze collageen powder. Ja, zie je wel. Collageen powder kun je dus drinken. Dit wondermiddel helpt je huid verzachten. Vergroot je elasticiteit en voorkomt fijne lijntjes. Ja, elasticiteit vergroten, dat vind ik ook zo mooi. Dat kan niet. Ik weet niet hoe ze dat bedoelen, maar... Wat je... Collageen en elastine. Collageen zorgt ervoor dat je geen rimpels krijgt. Elastine zorgt ervoor dat je huid niet verslapt. Oké. Collageen kunnen we dat verminderen naarmate we ouder worden. Maar kunnen we een opdonder geven. Van werken, maak collageen aan. Dus dat kunnen we weer, dat kan aangemaakt worden. En vandaar dat er ook heel veel producten zijn waar collageen in zit. Dat kan. Er zijn geen producten waar elastine in zit. Dat kan ook niet, want elastine kan je niet bijmaken. Je hebt elastine. En als elastine moet je zien als een elastiekje. En dat elastiekje, naarmate die ouder wordt, gaat die rek eruit. Op een gegeven moment knapt het zelfs, maar die rek gaat... De rek is uit het elastiek. Dat kan je niet terugkrijgen. Die rek krijg je niet terug. Dus je hebt elastine. Dat kan je bijhouden. Je kunt het... verzorgen, zodat het olie, zodat het niet zo snel uitdroogt. Dus je kunt het, daardoor kun je dus de houdbaarheid van de elastine verlengen. Maar je kunt elastine niet terugpompen in je huid. Dus op het moment dat ze zeggen dat je je elastine kan vergroten, dat kan niet vergroten, maar je kunt wel je doet het, je behoudt het. Je zorgt ervoor dat je het onderhoudt. Dus ja. Dus ik vind het altijd. Ik heb af en toe een beetje. Ik vind het af en toe zo lastig dat bedrijven het altijd zo mooi proberen te brengen. Dat je denkt van: oh, kijk nou, er zit elastine in. En wegverslapping. Zo werkt dat niet helemaal. Zo zijn er veel meer dingen en waarvan ik denk van, nou, dat wordt leuk gezegd, maar het kan niet. Vochtinbrengende crème. Dat is ook zo mooi. Klinkt leuk, maar we kunnen geen vocht inbrengen. Dat kan niet. We kunnen wel iets inbrengen wat ervoor zorgt dat je eigen vocht beter vasthoudt. Dus dat, ja, nou, goed. Oké, dit is een collageen. Het gaat in principe om de collageen. Het schijnt wel te werken. Ik heb het nooit geprobeerd.
Maar dit schijnt wel te werken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd hoeveel... Zal ik hem gewoon openmaken? 60% from us to you. You will take care of skin. Skins from within. Nou, zij geloven dat, dat je aan je huid werkt, dat je binnen begint. Nou ja, goed. Ik ben zelf schoonheidsspecialist. Ik doe dus heel veel van buitenaf. Maar ik ben ook iemand die zegt van ja, alleen buitenaf kan niet. Je moet van buitenaf, kan je een heleboel doen met crèmes en behandelingen en dat soort dingen. Massages, leuk. Binnenin moet natuurlijk, als jij voor de rest van je leven wijn drinkt, heel veel suikers. En ben je natuurlijk ook, dat komt ook weer, dat laat je ook weer zien naar buiten in je huid. Dus het moet van binnen goed zijn en het moet van buiten goed zijn. Maar het moet ook geestelijk goed zijn. Als je heel veel stress hebt, dan zie je dat vaak ook aan de buitenkant. Dus dan straal je ook wel heel moe of wat dan ook. Dus het is een balans die je moet zoeken tussen meerdere factoren. En, dus het is niet alleen maar binnenkant. Het is niet alleen maar buitenkant. Het is ook nog geestelijk. Dus het is gewoon alle drie. Je mag deze poeder met water, gewoon puur water vermengen. En je kunt het in je koffie doen. Je kunt het in je yoghurt doen. Je kunt het door een smoothie doen. Dus je kunt het eigenlijk overal ingooien wat drinkbaar is. Nou ben ik benieuwd hoeveel zakjes hier dan in zitten. Want volgens mij moet je elke dag één. Oh, dit is een 5-dagen pakket. Staat er ook gewoon in. Maak ik hem open. Het is een 5-dagen pakket. Dit zijn de zakjes. Dus elke dag één zakje. En daar denk ik 60% korting op de volgende box of iets dergelijks. Maar dan zouden we het dan even moeten lezen. Maar het is dus een 5-dagen pakketje. Met collageen. Kun je gewoon collageen drinken. Moet ik zeggen dat ik hier reuze benieuwd naar ben. Ik heb zoveel voorbij zien komen. Ik heb er zoveel over gelezen. Ik heb er, ja, nou, ik zie het bijna gewoon dagelijks voorbij komen online. Ik ga het ze proberen. Want ik ben echt benieuwd. Dit was product 4. Volgens mij zitten er zelfs nog 2. We hebben 6 producten dit keer. Ik zie meteen een full size staan. En wat hebben we? Van Mudmaskie. Ik ben dol op Mudmaskie. Mudmaskie Blue Light Protection Mask. Met een waarde van €49. Oh, Blue Light Protection Mask. Oh, dat is leuk. Blue Light zit ook in de lucht. Dus hier op het plaatje zie je een telefoontje staan. Hè? Schermpjes hebben dat ook, inderdaad. Maar het zit ook gewoon in de lucht. En... tegenwoordig zijn de zonnebrandcremes hebben vaak ook inderdaad wel de AB, maar ook wel, tegenwoordig ook wel de Blue Light Protection erin zitten. Maar dit is dus een masker speciaal daarvoor. Dat is cool. Staat ook op laptop, tablet, smartphone, television, LED lights en computer screens. Huh. Wat cool. UVA, UVB, UVC. F, ja. Deze vind ik echt heel gaaf. Die vind ik echt heel gaaf. Mag je deze dan laten zitten? Helps you is harmful. Energy visible. High energy visible. Have blue lights from. Oké. Ik weet nu eventjes niet of je die afspoelen niet nodig. Ik zie het al voorbij komen. Breng aan over je dagcreme. Over je dagcreme. Hé, grappig. Meestal doe je dan een masker, een leave-on masker, doe je vaak onder je dagcreme. Dus over je dagcreme. Tuurlijk, want dan het is echt gewoon een shield. Het is niet een masker wat in het is echt een, het legt echt een beschermlaagje over je huid heen. Wat gaaf! Oh, die vind ik echt heel gaaf. Oh, die vind ik echt heel cool. Nummer 6. Nummer 6 is een full size. Geen idee. Het is wel een heel gaaf kokertje. Sugar staat erop. Sugar and Lemon Moisturizing. Lip Buffer. Oké, cool.
Xerofine Botanicals. 24 euro. Dus het is een lipbuffer. Ik weet nog niet zo heel veel. Wat een lipbuffer. Met deze lipbuffer krijg je lippen. Precies. Dan denk ik meteen aan een lippenbalsem. Ja. Even kijken wat ze zeggen. Ja. Krijgt de lippen extra liefde die ze verdient. De mix van zachte suikerkristallen. Dat lijkt wel een peeling. Met een rijke voedende basis van zalf, exfolieert en voedt je lippen. Gemaakt van avocado, abrikoos, jojobaolie en cacaoboter. Zo, dat zijn aardig wat goede ingrediënten. En groot hydraterend feestje. Ja, het is een scrub. Nou, weer een lipscrub. Krijg ik hem open? Oh, hij is gesield, denk ik. Oh, hij is gesield. Dus ik kan hem niet ruiken. Ik ruik niks. Maar, nou, een lipscrub, ja, met de winter die eraan komt, hebben we waarschijnlijk straks wel weer wat sneller dat het droge lippen geeft. En dat je van die velletjes krijgt. Nou, dan is een lipscrub wel, ja. Die vliegen er dan doorheen. Ik heb het masker. Ik heb weer het masker. Het is nu al mijn favorietje. Ik ben dol op muntmasker. En dit kende ik nog niet. En ik vind dit echt, maar ik ruik niet zo heel graag. Hij is gesield. Cool. Nou, dat zijn ze. 6 producten. De full size lip scrub. Buffer, een mooi woord. Het is gewoon scrub. Mutmaski voor het blauwe licht. De collageen. 5 zakjes collageen. Anti-aging. Het haarmasker voor ja, toch wel hydrateren en beschadigd haar, droog haar. Hier ben ik ook benieuwd naar. Hè, de Fix & Rouge, rouge voor de T-zone. Even verkleinen van de poriën. En ik ben ook heel, heel, heel benieuwd naar de oogcreme. Dat is best een leuk box dit. Het is wel weer... ja, we hebben natuurlijk net de... Stijltoon gehad, waar ook een oogcreme in zat. En dit vind ik echt wel een keer wat anders. Nou, nutmaski vind ik ook. Dat het dus voor het rode licht. Voor het blauwe licht is ook echt even weer wat anders. Dus dat vind ik ook leuk. Nou, en lipscrubs. Daar hebben we er al een paar van gehad. Zowel in de Goodie box volgens mij als in de Stijltoon. Oogcremes krijgen we regelmatig volgens mij. Maar wel weer van een ander merk. Je kunt wel weer steeds weer iets anders proberen. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, en ik weet dat er heel veel mensen dol zijn op dit merk. Ik heb het nog niet helemaal. Daarom ga ik deze weer proberen. Op deze inderdaad ook de poriën verkleinen. Ik heb een primer die ik veel beter vind. Deze helaas is al bijna op. En moet ik op zoek naar iets nieuws. Maar ik ga hem dus proberen. Dus, want ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat deze wel die poriën wat inderdaad kan verkleinen, verdoezelen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind hem leuk. Ik heb... Dit is niet mijn ding, maar voor de rest heb ik zoiets van, ja, leuk. We kunnen weer wachten op de volgende box. Dat zal de Look Fantastic weer zijn in oktober. 1 oktober komt die. Ja, maar misschien hebben we tegen die tijd ook wel de Advent Clan, dus ik weet het niet. Maar dat is wel heel, heel vlot, hè. Ja, ik denk dat er wel heel veel mensen die meteen gaan openmaken om te laten zien wat er allemaal in zit. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Maar, oké. Okay. Voor zover, dit was de unboxing van de Coolie Box van september. En dan zie ik jullie heel graag weer in oktober. En dan beginnen we met de Look Fantastic Box. Tot de volgende unboxing. Doei!